2002, Martin Bass graduated with Smoke at the famous Design Academy in Eindhoven. Smoke is a series in which design classics are scorched with a blowtorch and then sealed with epoxy, a project which gained him worldwide attention. His studio is based in a farm in the south of Holland, where he works with a small group of international craftsmen, a talented and diverse community in which each member contributes something unique to the final product. In 2009, Bass was named Designer of the Year at Design Miami. To Bass's great satisfaction, it was precisely this personal, small-scale and collaborative approach which the jury applauded. Ik merk zeer zeker dat mensen het heel serieus nemen als je Designer of the Year bent. En ik moet ook zeggen, daar ben ik ook echt wel blij mee. Ten meer ook omdat toen ik Designer of the Year werd, toen stond er ook echt in dat juryrapport zulke rake dingen. Hoe ik probeerde de sfeer van hier en het maken op zich ook te betrekken in... Ja, ik gebruikte eerder het woord holistisch, van als het echt een soort geheel is, in plaats van dat het alleen om dat productje gaat en maakt niet uit hoe het tot stand is gekomen of weet ik veel. Nee, het is een soort van geheel en dat hadden zij ook meegenomen en toen dacht ik van wow, die hebben wel, die weten wel beter waar ze het over hebben dan als ze zomaar hadden gezegd van hey, we vinden dat Smoke zo baanbrekend of van goh, zeg, hoe kom je op het idee? Nee, het was echt wel dieper dan dat. En daarom vind ik het ook echt wel een eer dat ik die prijs heb gewonnen. Ik zal even die steen ervoor doen. Dit is toevallig een privé stuk wat we aan het maken zijn. Namelijk een erfstuk uit mijn familie en die hebben we gesmoked en die komt dan in mijn eigen huis te staan, een linnenkast. Ik heb altijd een beetje een haat-liefde verhouding met massaproductie. Ook als je het hebt over van ja, wat is nodig, hebben we wel zoveel stoeltjes nodig, dan denk ik altijd van ja, nou, wat ik hier doe vind ik nog wel een soort van menselijke schaal of zoiets. Ja, ik maak een stoeltje, ik verkoop het stoeltje, ik heb geld voor een volgend stoeltje. Er zit een soort logica in. Het klopt voor mij gewoon niet om een stoeltje te maken en er dan 200.000 van uit te poepen en die staat dan over in een huiskamer. Dat is een soort van, dat is een soort droom van elke ontwerper, van ja, dat wil je toch als ontwerper, in elke huiskamer staan. En ik heb dat nooit echt gesnapt. Ik zou gewoon zeggen, er moet gewoon minder kleur in, dat het gewoon meer een... Op, nou, dit doet bijna niks. Nee. Dus, ik ga er sowieso nog wat meer zwart bij gooien, want dan gaan we in ieder geval van de kleur af. Al deze zijn zeg maar allemaal sampletjes voor de structuur en voor de kleur van die stoelen die we aan het maken zijn. Deze is al wat, dat vind ik wel mooi, omdat het eigenlijk een beetje een non-kleur is. Dat vind ik wel goed eraan. In 2009, Bass presented his project Real Time, a series of videos depicting hyperphysical representations of time. The project questions our ambiguous relationship with time in our profoundly temporal world. Ja, Real Time heb ik in 2009 gelanceerd in Milaan tijdens de meubelbeurs. Het zijn films die 12 uur duren en die in die 12 uur de tijd aangeven op verschillende manieren. Het zij door mensen die de straat aan het vegen zijn en het vuil dat ze aan het vegen zijn, zijn tevens de wijzers van de klok van bovenaf gefilmd. Een andere film is dat in een staande klok zit een beeldscherm verwerkt waarin het lijkt alsof er een man in staat die met een stift de wijzers aan het tekenen is. Zo heb ik verschillende van die klokfilms gemaakt die gewoon 12 uur duren. Dus je stopt die dvd uiteindelijk in je speler en dan heb je op je televisie een filmpje draaien. En dat is allemaal onder de titel Real Time, is dat één concept. Als iemand mij had gevraagd van ontwerpers een klok, dan vraag ik me af of ik met Real Time had kunnen komen. Want dan ga je toch automatisch in het kader van klokken denken. Maar ik denk altijd zo open mogelijk en dingen komen erin en gaan eruit en daar komen mijn werken uit voort.
als ik in opdracht werk voor een klant, dan ja, moeten ze altijd maar een beetje vertrouwen hebben dat, ja, dat het goed komt of zoiets.